Ja, Mike Terwerig, daar was u weer, door jouw gevoeide VAR. Ja, weet wat ik ervan vind. Ik vind helemaal niks en ik blijf het ook niks vinden. Dus laat er voor de rest maar niet veel over zeggen. Ja, heb je gezien wat er met Deo gebeurde, met die rode kaart? Ja, ik zag dat hij het duel ingaat, wat hij zo vaak doet, hè, met een lange bal. Ontzettend grote kwaliteit van hem. Ontzettend kopsterk, springt bijna 2 meter in de lucht. Ja, dan wint hij dat kopduel. Ja, dan raakt hij met zijn arm, raakt hij van Meijers. Ik denk dat ze in Engeland om lag. Ja, want ik heb hem diverse malen teruggezien. Hij maakt zich gewoon een klein beetje breed. Hij slaat niet eens. Het is volstrekt een belachelijke rode kaart, zeggen ze allemaal. Overal hoor je dat. Ja, ik hoorde hier ook van de commentator van Fox dat de tweede gele kaart had misschien gekund. Ja. Dat hij misschien een beetje onbesuisd duel in ging. Maar direct rood was niet goed. Dus aan dat opzicht, misschien kan hij nog wel vrijgesproken worden. Ja, maar laat hij zich misschien ook een klein beetje provoceren door het Midden-Noord. Want daar had hij het constant mee aan de stok, hè? Ja, en ik weet, ze riepen een beetje wat naar hem en weet je, van mij moest hij erom lachen. En weet je, je moet er ook om lachen, en ook bij voetbal denk ik. En weet je, nogmaals, dit doet hij niet expres. Ten eerste is voor hem zelf heel vervelend, maar hij is ontzettend goed bezig. En ik heb het ook al 2 of 3 keer gezegd, vorig jaar stond hij volgens mij op 8 gele kaarten op dit moment. En dit jaar had hij nog 0 en dan gebeurt dit. En heel zuur. Ik heb zelf ook wel eens een rode kaart gehad dit seizoen, helaas. Maar dat voel je wel even kloten, man. Ja, weet je, we doen het met z'n allen en zo hopelijk valt het mee. Ja, maar die rode kaart die jij kreeg was door deze man die toen de VAR bediende. Ook een belachelijke rode kaart eigenlijk. Ja, dat was zeker. Maar, heeft die man een hekel aan FC Groningen? Dat weet ik niet, dat moet je me zo vragen. Nee, want jullie spelen op zich een hele goede eerste helft. Ja, ik denk dat we goed met de omstandigheden omgingen. Kijk, het was lastig en we wilden ons gelijk toch weer vast te zetten, dat wisten we. Ja, en dan met die klote wind om dan die bal weg te schieten. En hebben we gekozen om toch iets eerder proberen lang te schieten. En van daaruit te voetballen. Hè. Goedmanson die een fantastische goal maakte. Die de 100 meter in 3 seconden loopt volgens mij. Dus hij is er niet bij te houden. En dat is ook voor hem mooi, hè, dat hij nu weer terug is. Ook na een paar blessure leed. En heeft dat zeker ingevuld. En helaas winnen we hem dan niet. Nee, maar ja, dan moet je ook in de eerste helft nog op 0-2 komen. Hè? Zoveel kansen hebben jullie wel gehad. Ja, ja, eens. Een schotje van Roestisch denk ik nog wat de kans was. Ja. Kans van Azorro. En dan moet je maken. En in ieder geval onszelf wel kwaad kunnen nemen. Is dat we iets te veel vrije trappen weggaven in de fase vlak voor rust. Ja, maar daar laat je hun in de kracht komen. En door die vrije trappen. Nee, heb je goed gezien. Nee, dus, dat is precies wat waar er goed in is. En dan help je hun een beetje in het zadel. En ja, helaas valt die bal dan binnen. En, maar ja, als je toen wij de tweede helft erg verdedigd hebben met z'n allen, dat is een petje af. En moet je hem eigenlijk nog maken aan het eind. Sergio redt ons 1 keer, maar uiteindelijk vind ik nog steeds dat wij jou moeten winnen. Ja, maar Kajsiris kopt een bal op de lat. Azorro die krijgt een grote kans. Mel Elan Kouri krijgt een grote kans. Als er één ploeg verdiende te winnen vanavond, was dat Groningen. Ja, dat denk ik ook. En ik moet zeggen, je kan zo trainen worden. Nee, maar hoe jullie spelen met 10 man, dan neemt iedereen zijn petje vooraf. Ja, ik ook. Ik heb ook tegen jongens gezegd, daar ben ik heel trots op. En ook Azorro mist natuurlijk die kans wel. Maar als ik zie dat hij als rechtsback in de 5-man verdediging, hoe hij zich staan hield, dan neem ik mijn pet vooraf. En heeft ontzettend goed gedaan. En natuurlijk, hij baalt ook als een stekker. Hij baalt misschien wel het meest. En natuurlijk moesten we deze wedstrijd winnen en wouden deze wedstrijd winnen. Maar het gebeurt niet. En ik hoop maar dat we die goals bewaard hebben voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, dan krijgt Danny Buijs ook nog een rode kaart en rechtstreeks rood. Ja. Als je het vak uit rent, krijg je wordt nogal rood. Ik snap daar ook helemaal niks van. Maar goed, voor mij is dat ook een gele kaart. Maar weet je, voor mij, ik hoorde dat die bal een halve meter uit was. Ja, dan snap ik niet waarom je daar niet vlacht. Maar, ja. Ja, misschien een beetje te grof gezegd iets en dan een rode kaart voor krijgen. Hij stond echt weer op zijn strepen, dat mannetje, die Kooi. Ja, nou, ik ga voor de rest niet te veel over die scheidsrechter en over die VAR zeggen. Want straks mag ik volgende week ook niet meedoen. Maar dit geeft wel vertrouwen natuurlijk voor volgende week donderdag en tegen FC Emmen. Maar nog 2 belangrijke potjes, toch goed? Ja, zeker. We willen in de bekerronde verder en we willen van Emmen winnen. Dan staan we op 25 punten in de competitie. En dan denk ik dat we een redelijk goede eerste seizoen hebben gehad. En dat is wel waar we naartoe willen.